De crash op Monza tussen Verstappen en Hamilton had een behoorlijke impact. Niet alleen op de coureurs zelf, maar ook op hun puntenaantal, de titelstrijd en natuurlijk ook de fans en analisten. Want niemand raakte uitgepraat over het incident tussen de twee campanen, die dit seizoen al wel vaker met elkaar aan de stok kregen. De gemoederen die lopen soms hoog op en daarom is er ook nog niet gesproken tussen Hamilton en Verstappen. De twee heren hebben elkaar kort na de crash ook nog niet opgezocht en ook is er nog geen telefonisch contact geweest. Maar volgens Verstappen was dit ook wel het beste. Verstappen die denkt dat er zeker nog wel een gesprek gaat komen met Hamilton, maar dat het vlak na de crash even beter was om allebei een andere weg te gaan. In het heet van de strijd kun je beter weggaan zodat iedereen even rustig kan worden. Zo vertelt hij het tegenover Motorsport Magazine. Ja, wat natuurlijk ook niet heel onbelangrijk is, is natuurlijk de mening van de andere coureurs. Want hoe zien zij eigenlijk dit incident? Nou ja, Fernando Alonso die is van mening dat het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton niets meer dan een raceincident is. De tweevoudig wereldkampioen die stelt dat het ongeluk in Monza eigenlijk niet zoveel voorstelt als je het dan vergelijkt met het ongeluk in Silverstone. Nou, het zijn twee kampioenen die altijd op de limiet rijden, zegt Alonso tegenover Motorsport.com. Het ziet eruit alsof ze een ongelukkige positie hadden ten opzichte van de bocht en de curb. De auto maakt een klein sprongetje, dan raken ze elkaar wiel aan wiel en zorgt het rubber dat de auto gaat vliegen. Maar de snelheid is laag, ze rijden 30 of 40 km per uur. Er is geen direct gevaar of iets. Ik denk dat het vandaag niet zoveel voorstelde. In Silverstone was dat wel het geval, maar hier was het gewoon een race-incident. Ik denk dat Lewis in de eerste bocht breed ging om ervoor te zorgen dat Max de bocht moest afsnijden. Max deed dit niet. Maar bleef buiten, waardoor hij de tweede bocht aan de binnenkant moest blijven. Ik denk dat ze allebei gedaan hebben wat ze moesten doen. Helaas raakten ze elkaar hierbij. Ja, dan sluiten we af met een lijstje. Want het team van McLaren heeft met haar dubbele podiumfinish in Italië heel veel punten verdiend voor het constructeurskampioenschap. Het team van McLaren stond na de Dutch Grand Prix op een vierde plek in het kampioenschap. Maar heeft de derde positie inmiddels weer in handen. McLaren wist in Italië maar liefst 44 punten te verdienen tegenover de 22 punten van Ferrari en heeft hiermee uitstekende zaken gedaan. Mercedes staat momenteel nog bovenaan met 362,5 punten. En dat was hem dan, het GPFans nieuws van de maandagochtend. Vond je dit een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en dan zie ik je vanmiddag weer bij een gloednieuwe GPFans nieuws. Tot dan, hoi!